Goedemiddag en welkom bij een korte tutorial over de rand van de Mystery Crochet Along Tassel. Ik wilde jullie laten zien hoe je de rand start, dus de eerste toer, want die staat een beetje vaag in de tekst. En daarnaast als tweede laat ik jullie zien hoe je zo'n bobbel kan maken, want ik geloof dat mensen... Het staat op zich in tekst, maar ik kan me voorstellen dat het makkelijker te begrijpen is als je even ziet hoe ik deze bolletjes heb gemaakt. De eerste toer van de rand, die start op het moment waarbij je bij de toer waar je ook je allereerste kabel hebt gemaakt. Dat heb ik gedaan. Ik ben hier gestart bij de losse boog, daar heb ik mijn garen aan gehecht. En ik ben vasten in de vastenrand gaan haken. Tot het moment dat je de eerste vaste toer tegenkomt voor de toer waar de eerste kabel zit. Want dit is je stokjestoer, daar heb je de allereerste kabel in gemaakt. En je werkt tot de eerste vasten toer. Wat doe je dan? Dan volg je verder het patroon, maar dan ga je samen gehaakte... Dubbele stokjes maken. En die dubbele stokjes die grijpen, zoals je ziet, telkens in een stokjestoer. Dus je kunt verder eigenlijk gewoon patroon volgen. Je hebt hier een vaste in de vaste van de vaste toer, om het zo maar even te zeggen. Dan krijg je nog een vaste. Dan krijg je een V. Een dubbel stokje V. Ik zal echt ervoor zorgen dat het nog wat duidelijker in het patroon staat. En dan sla je een steek over, twee stokjes, dubbel stokje V, weer, zie je? Die grijpen eigenlijk, als, ja, ze zitten eigenlijk naast elkaar als het ware. Dan krijg je ook zo'n golfje, krijg je dan als het ware. Ik zal het patroon nog een beetje herschrijven. Nou, de tweede toer zijn deze bolletjes. En de bolletjes toer... Die maak je als volgt. Je keert je werk. Je maakt vasten in alle vasten. En dan begin je met bolletjes te haken. En de bolletjes, zoals je ziet, daar sla je telkens één veetje voor over. Dus je begint hier, sla je over en je eindigt hier. En ik zal even laten zien hoe je zo'n bolletje haakt. Ik moet even naar de andere kant, ik was bijna aan het einde alweer, gelukkig. Nou, hoe haak je bolletjes? Je haakt eerst 8 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En vervolgens draai je de losse ketting om. Je maakt een omslag. En je zoekt de derde losse vanaf de haaknaald. Ik zal het even pielen. 1, 2, 3. Er zijn verschillende manieren van insteken. Ik doe eigenlijk altijd aan de achterkant van de losse ketting. Er zijn ook mensen die dan vanaf de voorzijde dan hierin steken. Maar ik doe eigenlijk altijd de achterkant. Dan ga je een omslag doen. Je haalt hem door. Maar je maakt hem niet af. Omslag. Doorhalen. Nog een keer doorhalen. Maar niet afmaken. Een laatste keer. Totdat je dus 4 lussen op de haaknaald hebt. En dan haal je hem door. Alles. Dan haak je 3 lossen. Omslag. En nu ga je terug naar eigenlijk de eerste losse die je gehaakt hebt. Dan ga je weer allemaal onafgemaakte stokjes maken. Zelfde manier. Dan heb je weer 4 lussen op de haaknaald. En je haalt hem erdoor. Dan heb je 2 van deze bolletjes.
Het enige wat je nu nog moet doen is hem sluiten. En dat doe je door hem hier insteken en een halve vaste. Dan sluit je hem. En wat ik extra gedaan heb, ik heb hem in de losse eronder heb ik hem extra vastgezet met nog een halve vaste. Dus nou een bolletje. Dan doen we 5 losse. 3, 4, 5. En dan zoek ik even mijn punt op. Hier was ik. Die sla ik over. Hier doe ik hem erin. Je hoort mijn dochter op de achtergrond. Die is aan het putten met een papiertje. Hé, meis? Ja. En half vaste. En heb je een bolletje gemaakt. Ik zal nog één keer laten zien. 8 losse. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ga je je stokjes beginnen. Je zoekt de derde vanaf de haaknaald op. Je maakt dan 3 onafgemaakte stokjes. Maar daar spelen we eens. Dat is de tweede. En de derde. Ik viel dus op mijn haaknaald. Omslag. Dan 3 losse. 3. Nou, hij wilde niet in. Dat is niet goed. Nog 1 keer door. Omslag. Dat is mijn tweede. Oh. En mijn derde. Doorhalen. Dan heb ik weer een soort vlinderstrikje. Dan ga ik hem sluiten. Dus ik klap hem dicht. Je klapt hem eigenlijk zo dicht. Half vast om te sluiten. Dan half vast in de volgende losse. En dan nog 5. 3, 4, 5 losse. Ik zoek mijn puntje even op. Eentje overslaan. En dan hier erin. Ho. En dan heb ik weer een bolletje gemaakt. Zo. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is hoe je deze laatste toeren moet doen. Ik wens jullie heel veel plezier met het afmaken van het patroon. En ik hoop jullie gauw te zien. Deel het in de comments als er iets niet duidelijk is. Of je misschien deze bolletjesrand voor een ander project hebt gebruikt. Want hij is eigenlijk wel echt heel erg leuk. Er zijn heel verschillende variaties van. Ik heb hem ergens gevonden en ook weer een klein beetje aangepast tot hij hier mooi in deze rand paste. Maar hij is echt heel erg leuk om te doen. Ik zie jullie snel.